Vorige week hebben we gezien hoe we de juiste fiets kiezen. Vandaag gaan we zien hoe we veilig en comfortabel op onze fiets gaan zitten. Hoe stappen we nu op onze fiets? Dus ik ben linksvoetig, dan staat mijn linkerpedaal omhoog. En dan staan we eigenlijk aan de rechterkant van de fiets, zwieren we ons been over de fiets. Kunt je mij links met je goed been dus inklikken? En dan klikt je rechts in. Dus je zorgt eigenlijk altijd dat de goede pedaal omhoog staat. Uitklikken is dus eigenlijk gewoon de hiel naar buiten trekken. En met redelijk veel brute kracht. En als je moeilijk kan uitklikken, is er nog een andere tip. Dat je ze eigenlijk losser kunt zetten, de pedalen. Door hier aan te draaien. Met een klein inbusje ziet hier een plus en een min op staan op de pedaal. En eigenlijk als je naar min draait, komen ze eigenlijk losser te zitten. Naast klikpedalen is een juiste houding op de fiets ook super belangrijk. Te beginnen met de zadelhoogte. Hoe weet je nu of dat je zadel op de juiste hoogte staat? Je brengt één voet eigenlijk helemaal naar beneden. En dan moet er eigenlijk een kleine knik zitten in je knie. Je mag niet gestrekt zijn, want dan zit je veel te hoog. De knik mag ook niet te groot zijn, want als de knik zo is, dan zit je veel te laag. Qua lengte, hoe weet je nu van, moet ik verder of korter gaan zitten? Dat gaat je eigenlijk heel snel voelen als je aan het fietsen bent met pijn in je nek of in je schouders. Dat mag eigenlijk geen pijn doen. Ik zou voorstellen dat er ook opnieuw een klein knikje in je elleboog mag. Gestrekte armen, dat wil zeggen dat je te ver zit. Wat ook heel belangrijk is, is je polsen. Je polsen die moeten eigenlijk een neutrale stand hebben. Als je shifters te veel naar beneden staan, gaan je polsen dit doen. Wat hier rek op komt, rek op de zenuw. En dat zal gevoelloosheid in je vingers teweeg brengen. Als je shifters te veel naar omhoog staan, opnieuw hetzelfde, komt er hier gekneld te zitten, de zenuw, opnieuw gevoelloosheid in je vingers. Zijn er nog vragen? Ja, kan uw fiets perfect afgesteld zijn? De juiste afstelling van een fiets is geen exacte wetenschap. Dus je gaat sowieso zelf een beetje moeten aanvoelen wat dat voor u comfortabel is. De regels die ik nu heb uitgelegd, dat zijn eigenlijk heel theoretische regels, de standaardregels. Het is zelf aanvoelen wat dat voor u het beste voelt. Voilà, dat was het. Nu gaan we de baan op. Volgende week leren we hoe we de juiste versnelling gebruiken.